Wauw, joh. We waren zo aan het lopen, aan het wandelen. Opeens we passeren hier bij zo'n koffiedingetje. En we zien zo vreemde beesten. En we kijken opeens twee gigantische vleermuizen en vier... Hoe noemt het weer? Supercoole beesten. Het wordt heel speciaal gemaakt, koffie. Want die beestjes krijgen koffiebonnen gevoederd. Dus dat wordt half verteerd. Dan als het... Dan wassen ze dat en dan maken ze daar koffie van. Dus jij drinkt nu bij de kak. Jongen, kijk naar die vingers. Hoi. Wow. Ja. Oh, nee. Hey. Hallo. Oh. Een cool beest, man. Ik ben net wakker. Ik ga wel niet te luid praten, want het staat hier in de tent. We hebben net 8 minuten gereden naar Rena met de Brommer. Voor zonsopgang bij een klif. Super mooi op de zee, zo snap je. Maar Noah ontdekt, dacht er net aan dat de zon eigenlijk aan de andere kant al komt van de klif. Dus ja, snap je. Dus we zijn aan het rijden naar een ontbijtding waar we gisteren ook hebben ontbijt. Super lekker. En we passeren hier en opeens zien we allemaal aapjes en die brug zijn we al een paar keer gepasseerd en dat is zo mooi. Plots zagen we allemaal aapjes. Dus nu zijn we even aan het genieten van alle aapjes te zien spelen en al te zitten, echt letterlijk overal. Daar zit er een op de kabels en er een op een rare paal zit er heel veel van boven en op straat, echt super mooi. Ja! Drie. Oh, ze is bang, dat is echt zielig. Moet je dan maar bestek eten of? Ronde 2. Oké. Thank you. En 3. Oh my lordy lord. Het ziet er zo goed uit, smakelijk. Kijk aan. Hij is echt niet normaal goed. We zijn nog altijd op water en vroeg gewacht. We gaan alleen gaan koelen, hoven gaan doen. Dit is de tweede keer op vakantie en de derde keer in mijn leven dat ik surf. En ik vind het fijn chill. Ik vind het echt super. Oh, ik maak er niet bij vast. Holy shit. Dat was een leuke hoop. Ik vind het echt zo leuk. De hoven zijn echt goed voor te beginnen hier. Dus ja, I love it. En ik ga dit verder doen. Het is wel... Wacht. Het is wel goed dat die GoPro mee is. Maar ja, anders zien jullie niet wat we doen dus ja. En ik ga een keer proberen een hoofd van met die GoPro aan. En mezelf te vloggen. Maar eerst moet ik vooruit gaan. Met die GoPro in hand. De volgende neem ik, jongens. De volgende neem ik. Echt waar. Dat was hem niet. Wij zijn onderweg naar een vulkaan en dat is ook zo met een warm waterbron onderweg en al. Het is keigoed, want we zitten in zo'n ja, het is niet echt een jeep, maar het is iets keigoed, een auto met een open dak en al. Het zijn hier overal rode mieren, maar echt zo groot en ze bijten hier. Dit is ons ontbijtje en het is rijst met kip en ei. Super lekker. We hebben ontbeten en we zijn een beetje verder gereden en hier zijn we, ja, hoe moet je dat eigenlijk noemen, op een plaats met allemaal stenen en as van de vulkaan. En wow, gigantische stenen, joh. Echt niet normaal. En het lijkt een beetje op een andere planeet, like Mars of zo, vind ik. Oké, dus wij zijn aan het wandelen bij allemaal winkeldingetjes in een straatje. En daarnet zagen we dat ze ukuleles verkochten. Dus we gaan waarschijnlijk een kopen van Noah, omdat hij is aan de open gaan spelen. En ja, hij vindt dat kei tof. Dus ja, dat gaan we nu doen en kijken of dat hij goed is. Dus ja, en dan gaan we naar het strand, aperitief en een beetje ukuleles spelen. Dat is kei leuk. Hallo, staan we aan? Ja, hé. Hallo. We zijn een beetje rond aan het rijden met een brommer. We hebben een brommer gehuurd voor 3 dagen. Want we zijn hier ook 3 dagen in Ubud. En we hebben een beetje gereden, want Cedric heeft een heel tourplan uitstippeld voor ons. En nu zijn we bij de Rice Terrace.
En het is echt super mooi. We hebben dingetjes besteld, drinken en een paar hapjes. En het uitzicht is amazing. Dus ja. Even genieten. Even genieten. Echt zo mooi. Het zijn super veel straten. En daarnet hebben we twee puppies gezien. Hallo! Hi! We waren aan het wandelen. En opeens komen we bij een bord stop. Dus meestal moeten we dan stoppen. Dus we gaan een beetje naar links of road en al. En hopelijk, ja, gaan we niet dood. Very modderig en sliderig. Ik ben bang. Bang voor de kokosnoten, omdat er per jaar je zeker is. Hè? Per jaar gaan er meer mensen dood aan kokosnoten die op hun hoofd vallen dan van haaien. Ja. En we lopen hier tussen onder allemaal palmbomen met vol met kokosnoten. En we zien overal kokosnoten. Ja, hier ga je er niet zien. Shit. Je ziet overal kokosnoten. We hebben net een paar pikjes of foto's van oudjes getrokken. En het is echt super mooi. En dus nu ben ik weer aan het aankleden. Ik kan wel een bikini aan, dus no worries. En nu gaan we naar de volgende spot. Ja, ik hoor echt van het gewoon het Bali zijnde, het rondrijden, het genieten, foto's trekken, alles. Waterbal geweest vol met stenen. Hallo, kie, dokie. Oké, dus ik ga een beetje vloggen, want ja, anders, waarvoor zijn we hier? Nog altijd in Bali, nog altijd in hetzelfde huis. Oei, dat is hier wel een beetje overblijven. Nog altijd in hetzelfde huisje. En wij zijn allemaal bezig. Wacht, oh, die camera weet zoveel. Ah! Oké, daar zijn zij bezig. Dat is Noah en Cedric. Oei. Voor mijn school moest ik mijn Lightroom leren. Ik ben dus even bezig voor school, want ik ga jullie neerzetten. Want die camera echt vermoordt mijn hand. Ik maak geen grap. Hier zijn alle dingen die ik gisteren heb gedaan. En Spaans moet ik ook verder doen. Ik heb mijn boek bijna uitgelezen, nog een paar pagina's. Echt, dat is de eerste keer in veel jaar dat ik het boek heb uitgelezen. Dus Noah heeft zo'n e-reader meegekregen van onze Peter. Echt kei lief. En we mogen die Peter en mami. Oh ja, van onze online opa. Dat was gigantisch. Dus ik ga daar een boek op kopen dat ik wil lezen. Ik heb echt... Mensen, als je een boek wil lezen, lees alsjeblieft dit boek. Ugly Love. Beste boek ooit. Noah heeft een ijs voor €20 gekocht. Zonder dat hij het wist. Dit is Oliver zoals echt... Ze heeft het, een mevrouw heeft het gewassen, gestreken en opgeplooid. En het is echt super mooi gedaan. So yeah, we hebben weer kleren en sokken. En Cedric is hier inmiddels. En Noah is gaan trainen. Aan het fitnessen, dus ja. Dus, het is weer ochtend. En wij gaan straks, het is nu 11:00 denk ik, iets na 11:00. En wij gaan straks naar een ander huisje. Dus het is echt zo mooi. Rats, rats. Wow! We hebben eten! En we hebben zoveel honger. We zitten letterlijk al te wachten. Van 's middags, het is 3:30. Echt, wow. Dus we hebben kipjes, ik heb een hamburger. Ik heb honger. Dus laten we beginnen. Wat? Oh my god, een paard. Wat? Ah nee, dat is... Oh. Laat maar, dat is geen paard. Een koe. Hey, bubiboe. Dat het water tot bij mij kwam. Zo mooi. ASMR on the beach. Zitten op water. Ay, nee. Maar, dit gaat het einde van de vlog zijn. Nee. Allee, zo kijk het. Zo, de vlog gaat gedaan zijn, dan is het even zwart scherm en dan is dit. Oh, hi kijkers. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Echt super leuk. Ik snap echt niets van wat dat broers zeggen, maar dankjewel voor het kijken. Ik vond het echt amazing. Ik heb de beste tijd van heel mijn leven gehad. Doei, love you guys.